Yo beste kijkers, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag ga ik mijn boekbespreking voorbrengen en voor school. Dus ja, ik zit hier in Nederland bij mijn oma en opa. En ja, ik ga nu gewoon alles zeggen. Welkom bij mijn boekbespreking. Vandaag ga ik het hebben over het boek Koning van Katoren. De auteur is Jan Terlouw. Dus ja. Nu weten jullie al iets meer. Nu ga ik iets veel meer vertellen over mijn boekbespreking. Nadat de oude koning sterft, blijven de ministers het land regeren. Stach wil de koning worden, maar de ministers willen liever zelf regeren over het land. Stach moet 7 moeilijke opdrachten doen, voltooien. Voor hij koning mag worden, maar eigenlijk willen de ministers niet dat de opdrachten lukken. De eerste opdracht is, Stach moet de vogels van Decibel voor eeuwig laten zwijgen. Ik zal een klein beetje vertellen over de eerste opdracht. In de stad Decibel zijn er vogels die heel hard krijsen. Als je daar buiten bent en de vogels beginnen te krijsen, word je doof. Dan kan je niks meer horen, dat is erg. Dan, als de mensen daar naar buiten gaan, zetten ze hun oorkleppen op. En ja, als jullie meer willen weten en hoe dat afloopt, moeten jullie zeker het boek maar lezen. Opdracht nummer 2. Hij moet de bomen van Wapenveld omhakken. Ja, dus omhakken. Oké, ik zal wel meer vertellen over opdracht nummer 2. In de stad Wapenveld staat er een boom die granaatappelen heel hard afvuurt. Als je bij de boom in de buurt bent, is de kans groot dat je geraakt wordt en sterft. Opdracht nummer 3. Hij moet de draak van Smoke verslaan, maar daar heb ik iets op. Mijn nichtje Lila. Helemaal. Ik heb een tekening gemaakt met de draak en 7 koppen. Wacht. En de rest laat wacht zien. Ja. Dit is eigenlijk gewoon alleen een tekening, maar ik ga er meer over vertellen. Sorry dat dat papier in de weg zit, maar ja. Ik ga dat zo houden. Met mijn zo hier. Hier zie je het mannetje dat schiet en daar de draak. Die vuur spuwt. Maar Stach probeert dus dat draak verslaan, maar elke keer als hij de koppen afdoet, dan groeien die terug. Dus ik ga niet vertellen hoe dat hij dat doet, maar dan moeten jullie maar het boek leren. Opdracht nummer 4. Stach moet de schuifelende kerken van Eukemene laten stoppen. Dus ja, in de stad Eukemene zijn er kerken die zich verplaatsen. Alles wat in hun weg staat, wordt vernield. Ja, dat is zielig voor de huizen, hè. En al, maar ja. En waar? Opdracht 4b dan. Ah ja, juist. Opdracht 4b. Hij moet van de Sint-Aloysius-toren springen. De ministers waren bang dat alle 7 opdrachten gingen lukken. Daarom verzonnen ze deze extra opdracht die zeker zou mislukken. Ik ga al 1 ding verklappen. Stach springt echt van de toren. Hij overleeft, maar niet door een parachute. Hoe hij dit wel doet, verklap ik niet. Maar daarvoor moeten jullie het boek maar lezen. Opdracht. Zieke mensen van een zielig stadje genezen. De mensen in dit zielig stadje krijgen rare neuzen. Gelukkig zijn er dokters die dit kunnen genezen. Maar zij vragen veel daar geld voor. Opdracht 6. Oké, hij moet de ontastbare Pantaar verslaan. In Equilibrium woont de tovenaar Pantaar die elke avond naar je huis gaat om iets waardevols te vragen of eisen. Als de mensen geen waardevolle spullen meegeven, dan kiest hij zelf iets. Soms durft hij zelfs wel eens iemands kind meenemen. Dus pas maar op. Opdracht 7. Stach moet op de stoel van Stellingwoude zitten. Deze stoel is vervloekt. Iedereen die erop gaat zitten, sterft.
Oké, dit is weer het einde, maar eerst ga ik nog iets zeggen. Om te weten of Stach in deze opdrachten slaagt en dus koning van Katora wordt, moet je maar het boek lezen. En dit is mijn mening. Ik vind het een heel leuk boek, omdat, ook al weet je waarschijnlijk wel goed zal aflopen, het nog steeds een verrassing is te zien hoe Stach de opdrachten oplost. En ook, ja, bedankt om te luisteren. En ik zie jullie volgende keer. En we zitten aan een heel mooi watertje. Ja. En geef een like en een subscribe. En ik zie jullie volgende keer. Peace. Doei.